Het ministerie van Defensie heeft in het kader van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen en oudgedienden van het Nationaal Leger vandaag de jaarlijkse Veteranendag georganiseerd. Deze activiteit is gehouden op het terrein van de Mimrebuku-kazerne. In het kader van deze dag was er ook een défilé van veteranen en militairen. Het is de tweede editie van Veteranendag en zal een jaarlijks terugkerend evenement blijven. Volgens kolonel buitendienst en veteraan Henk Mohamed Said is deze dag een lang verwachte dag voor de gewezen militairen van de dienst. Hij gaf verder aan dat de veteranen zich vaak hebben afgevraagd wat ze nog te wachten staat daar zij niet meer in actieve dienst zijn. Velen van zullen zich wel eens hebben afgevraagd, wat betekent Veteranendag voor ons als veteranen? En wat betekent de dag van 8 augustus 1992 voor ons als Surinaamse natie? Bestaat er een grondslag voor Veteranendag? Is het de bedoeling de dag van 8 augustus op te nemen in het defensiebeleid? En wat zal dat allemaal inhouden? Wat kunnen en mogen de veteranen verwachten? Behalve dan dat het een jaarlijks terugkerende activiteit wordt. Bij de groep ontstaat er wanhoop en onzekerheid en is de motivatie thans ver weg te zoeken. Bevelhebber Werner Kiwasen meent dat de jongere generatie militairen veel kunnen en moeten leren uit de vele dat veteranen hebben meegemaakt, vooral de groep uit de Binnenlandse Oorlog. Volgens minister Krishna Kumari Mathura is zo'n dag belangrijk en het werk van de veteranen past hierin. Wij, aan de kernwaarden die veteranen bezitten, namelijk durf, moed, discipline, vaderlandsliefde en offerbereidheid. Het zijn deze kernwaarden en in het bijzonder de oorlogservaring die ons sturing gaan moeten geven wanneer wij ooit weer oog in oog staan met de dreigingen voor onze natie. Vandaag staan we niet alleen stil bij de bijdrage die geleverd werd tijdens het binnenlands conflict. Vandaag wordt ook het accent gezet op de bijdrage die werd geleverd door onze Haiti-gangers. Het is ook herstel van gebruiken, ceremonieën en protocollen, wat we vandaag ook zien hier in het leger. En het is heel belangrijk dit te doen. De bevelhebber heeft het aangegeven. De heer Mohamed Said heeft het ook aangegeven. De heer Van Nikeri heeft het ook aangegeven. En ik wil het ook benadrukken. Het militair beroep is niet zomaar een beroep. Het is een heel belangrijk beroep. Het is een beroep waar mannen en vrouwen offers brengen, plichten vervullen, waar misschien delen van de samenleving nog geen goed inzicht van hebben. Mathura benadrukte nog dat de Veteranendag integraal onderdeel zal worden van het HRM-beleid. Met betrekking tot de ex-militairen en gepensioneerden van het ministerie van Defensie.